Hallo beste volgers en kijkers van Arthur Kook. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe kookvideo. In deze nieuwe kookvideo ga ik jullie laten zien hoe je diepvrieszalm gaat bereiden voor in de oven. Kijk maar mee. Veel kijk en leerplezier gewenst. Wat heb je allemaal nodig om diepvrieszalm in de oven te bereiden? Je hebt nodig diepvrieszalm, een ovenschaal, een eetlepel, olijfolie, een kookwekker, grof zeezout, peper en natuurlijk een oven. Succes! Ik ga even mijn handen wassen en dat moet altijd voor je gaat koken. Warm je, klik je op uit het diepvries of op een andere manier opwarmen. Ook even je handen wassen. Ga je bakken, ook even je handen wassen. Dus altijd voor je gaat koken, even je handen wassen. En ook als je een soep maakt. Kijk maar mee. Je handen afdrogen. En klaar. Over voorverwarmen op 180 graden. En jullie weten het, hè? Als het lampje uit is, dan is de oven voorverwarmd en kan de zalm in de oven. Succes! Als je wil weten op hoeveel graden de oven moet en hoe lang de diepvrieszalm in de oven moet, dan kijk je vaak even op de achterkant van de verpakking. Daar staat vaak de bereidingswijze en tijd op. Hier staat in de oven. Verwarm de oven voor op 180 graden. Leg de diepvrieszalm in een ovenschaal. En doe hem dan in een voorverwarmde oven, circa 20 minuten in het midden van de oven. Dus ik ga nu de oven even voorverwarmen op 180 graden. Kijk maar mee. Ik pak de olijfolie en een eetlepel. Dan doe ik 1 eetlepel olijfolie in de ovenschaal. Dan zorg ik even dat de hele bodem goed bedekt is. En dan leg ik de diepvrieszalm in de ovenschaal. Begin ik met een klein beetje grof zeezout in mijn hand te doen. Een klein beetje strooi ik overheen. Niet te veel. En dan pak ik wat peper. Doe ik hier ook een klein beetje. Zo, die is helemaal klaar om de oven in te gaan. Dus even kijken of de oven voorverwarmd is. Het lampje brandt nog, dus ik moet nog heel even wachten. Kijk maar mee. Het lampje is uit, dus de oven is goed voorverwarmd. Nu kan het de oven in, 180 graden. Circa 20 minuten. Als je iets in de oven zet of uit de oven haalt, altijd even je ovenhandschoenen aandoen. Het is gewoon veilig. Kun je nooit je vingers en je handen verbranden. Handige tip van Arthur Kookt. En ook de oven niet te lang open te laten staan, want anders gaat de warmte eruit. Nog een hele andere tip van Arthur Kookt. Ja, maar de kookwekker even aanzetten op 20 minuten. En als die afgaat, dan gaan we even kijken. Maar volgens mij is het allemaal goed. Succes! De kookwekker is net afgegaan bij mij. Dus ik ga heel even kijken bij de zalm. Wow, wat heeft hij een mooi kleurtje. Als hij ongeveer dit kleurtje heeft, dan is hij goed gaar. Ik kan de oven helemaal uit. En ik heb hem even op een onderzetter gezet. De ovenschaal, want de ovenschaal is heet. Dus pas op, ovenhandschoenen aan. Want de ovenschaal is heet. Hallo beste volgers en kijkers van Arthur Kookt.
Ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie deze nieuwe kookvideo tot het einde hebben afgekeken. Dankjewel alvast. In deze nieuwe kookvideo heb ik jullie laten zien hoe je diepvrieszalm uit de oven klaarmaakt. Daar ben ik heel erg blij mee dat het is gelukt, zoals je kunt zien. Wil je weten hoe je bijvoorbeeld een diepvrieszalm op een Italiaanse manier klaarmaakt of op de Franse manier? Laat vooral even onderaan in de reactie weten. En misschien ga ik dat dan wel maken voor jou. Hartstikke leuk zou ik dat vinden als je een reactie plaatst hieronder. Wil je me volgen op YouTube? Dat kan. Klik even op een duimpje en op de abonneerknop. En ook op het belletje, dan krijg je weer een melding wanneer ik weer een nieuwe kookvideo online heb gezet. En vergeet me even niet te volgen op Instagram, Arthur Kookt. Deel deze video met iedereen in je omgeving. Zeg dat Arthur Kookt bestaat, zet Arthur Kookt voort. En dan zou ik zeggen, houdoe en tot de volgende nieuwe kookvideo van Arthur Kookt. Later.